Hey mensen, het is Saskia Boef. Ik ga het verhaal over Del Hagens maken. I will never be the same without you. I will never be the same without you. Weet je wel, ik heb dat wel eens vaker gezien met Cheese from the Bacon. Wie? Kees van de Spek. Ah, ja. En nu? Weet je wat je moet doen? Je moet een persoonlijke vraag stellen die alleen zij kan beantwoorden. En als het antwoord fout is, dan weet je dat zij het niet is. Een persoonlijke vraag? Dus eigenlijk zoiets als, hoe gaat het met je? Nee, niet zoiets. Eerder iets als, wat voor een kleur onderbroek heb je aan? Oh, dat is wel een goeie. Dat heb ik altijd wel willen weten van haar, ja. Oké. Wat voor een kleur onderbroek heb je aan? Ze wil er geen antwoord op geven. Verdacht. Ja. Oh, wacht. Nu stuurt ze een emoji van een middelvinger? Oh nee, dan is het wel maar uit. Sowieso. Doet ze altijd. Dames en heren, vandaag in onze spelshow Wie de Mol. Aardappelen en vlees vervangen. Oh. Ja, dat leek me wel eens even lekker. Van anders en beter voor het milieu. Nou kinderen, mama heeft gekookt. Wat zeggen we dan? Mag er ketchup bij? Ja, inderdaad. Mag er ketchup bij? Dit is echt niet te vergeten dit. Papa heeft gekookt, hè? Zo, vandaag heb ik lekker gekookt. Dus wat hebben we? Groente! Ja! Aardappelen! Yay! En een vlees? Ja. Wangen! Ja! Hey! Lekker gekookt, pap! En ik heb ook nog eens goed nieuws, want we hebben ontzettend veel! Ja! We zijn perfect voorbereid. Je kan niks misgaan. Nee, mooi. Dan ga ik nog even lekker ontspannen in bad. Vol dozen. Waar zijn het eigenlijk? Dat heb ik allemaal geregeld, Marit. Maak je nog maar geen zorgen. Ga maar chillen in een bad. Vol dozen. Oké. Okay. Is die kat? Hey. Ja. Hallo. Hey. Wat is nog dit? Hey. Hallo. Hi. Ja. HP is de ink bezorgd automatisch in. Cause I can't help falling in love. Hoi, ik ben Dylan en ik ga vandaag een auto kopen. Eerst nog even snel doei zeggen tegen mijn oude Tesla waar ik 5 jaar in gereden heb. Ja, de meeste influenza kopen allemaal van die dikke sportwagens zoals een Ferrari of een Lamborghini of een Kia Picanto. Maar gezien ik vader word, ga ik voor een hele dikke familiewagen. We kregen zelfs nog een mini BMW voor de baby in dezelfde lak. Oeh! De binnenkant is ook echt helemaal chic te friemel. We hebben zelfs een stoelmassagefunctie, echt super noodzakelijk. Toen alle papierwerk geregeld was en ik de sleutels kreeg, konden we eindelijk gaan racen. Nu nog even een baby in de auto en dan is het helemaal af. We zijn weer begonnen met de opnames van het nieuwe top 10 seizoen. En de eerste is heel speciaal, want we hebben een video over verhuizen. Deze hebben we gemaakt omdat we ook echt zijn verhuisd. Onze crew heeft er altijd heel veel zin in. Kijk maar naar die blije kopjes allemaal. We draaien deze dag dus voor de eerste keer in ons nieuwe huis.
Hier een sneak peek van hoe ons huis eruit ziet. Het is een jaren 30 huis en ik moet nog steeds wennen aan hoe vet dit allemaal is. Voor Marit is dit trouwens een hele speciale dag, want dit is de laatste video waaraan ze meedoet voor haar zwangerschapsverlof. Hier nog een applausje voor Marit, echt een ontroerend moment. Jenkins speelde ook nog een glansrol in deze video. Teun gedraagt zich altijd uiterst professioneel op de set zoals je ziet. En Tim ook. Uiteindelijk hebben we heel veel leuke beelden gemaakt en is er niks kapot gegaan, dus duimpje omhoog. 'S Middags gingen we nog even lekker Surinaams lunchen. Beste van de dag, wat is dit eten lekker! En we sloten de dag vervolgens af in het huis van Rick. Nee, grapje, dit is op de stort. En toen was het een rap en dan gaat iedereen altijd juichen. Maar ben je nou benieuwd naar ons nieuwe huis? Check dan de video op YouTube. Waar is de doos met de erfstukken van mijn oma? Hoe zag die eruit? Als een verhuisdoos waarop staat erfstukken van oma. Dat is dan misschien niet helemaal duidelijk geweest. Er stond op niet kwijtraken. Oh. Weet jij het? Zo, al het erf moet stuk. Nog een erfstuk. Nog een erfstuk. Nog een erfstuk. Nog een erfstuk. Wat is een erf eigenlijk? Nee, ik heb ook geen idee. Even leuk, want dit zijn 10 irritaties tijdens je zwemles. Kom op Dylan, we moeten opschieten. We zijn al te laat. En je weet wat meester Springer voor een straf geeft. 10 keer opdrukken. Op de bodem. We hebben 8 mensen niet overleefd. De legende gaat dat ze zijn opgelost door het gul van het zwembad. Hey, dat is zo'n bullshit verhaal. Weet je, het ergste is dat we nu nog steeds niet ons A-diploma hebben. Kijk hoe oud we zijn. Kom op dan. Hé, hey, kijk nou uit. Het is wel... Pas op. Het is plat hier. Niet dat ik bang ben voor haaien, hè? Ik heb al vaker met een haai gevochten, nou, die haai leeft niet meer. Ja, gefeliciteerd met je vaderschap. Ik hoop dat jij en Marit heel gelukkig worden samen. En vergeet niet te abonneren en te liken op mijn YouTube-kanaal. Abonneer is gratis, haal mijn 1000 abonnees. Dus dank je wel.